super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, want ik ben met Lotje. Hey Lotje? Ja. Ja, het is een beetje een zwarte vlek op beeld. Maar ik ga vandaag een video met Lotje opnemen. Namelijk de huisdierentag. En ja, zelf wist ik niet wat het was. Dus het zijn gewoon vragen ja, over je huisdier, dus in mijn geval over Lotje. En die ga ik beantwoorden. Vraag 1. Hoe heet je huisdier en wat voor dier is het? Nou, mijn huisdier heet Lotje. Hey Lotje. En ja, Lotje is een hond, een labradoedel. En ze is zwart en heel lief, hè? Oh. Ja. Oeh, gapen. Moest je zo gapen? Heb je wel eens op een huisdier van een ander gepast? Jazeker. Al heel mijn leven lang, nou ja, zolang als ik me kan herinneren, ben ik aan het zeuren om een hond. En ik denk, toen ik 9 of zo was, toen kreeg mijn tante een hond. En ja, ik wilde natuurlijk ook al super lang een hond. En ik kwam daar toen ook heel erg vaak. En als zij op vakantie gingen, dan mocht zusje, dat is hun hond, mocht dan bij ons logeren. En later kreeg ook de beste vriendin van mijn moeder, een andere tante, kreeg ook een hond. En die kwam dus ook logeren als zij op vakantie waren. Dus eigenlijk altijd in de vakantie, als wij niet weg waren, hadden we een logeerhond. En dat vond ik echt super leuk. Ik vond het dan ook echt heel jammer als ze weer weggingen. Maar nu heb ik gewoon voor altijd een hond, hè. Waar komt je huisdier vandaan? Nou, Lotje die komt gewoon van mijn tante. Mijn tante heeft een hondenfokbedrijf, als je dat zo kan noemen. Dat heet Brabantse Doedels. En ja, het is niet dat ze uit het buitenland of zo komt, maar ze komt gewoon hier uit het dorp. Hoe kom je aan de naam van je huisdier? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Niet blaffen. Lotje? Nee. Was de postbode die voorbij liep. Nou, Lotje is dus een hond voor een gastgezinnetje. En eigenlijk had mijn tante al een ander gezin gevonden. Maar die wilde op het laatste moment Lotje toch niet meer hebben. Toen, ik weet niet zeker of ik het goed vertel, maar volgens mij wel. Toen kwam er nog een ander gezin. Maar die wilde het ook niet hebben. En ik natuurlijk wel. Dus elke keer als het werd afgezegd was ik stiekem toch wel een beetje blij. Omdat er dan een kans was dat wij een Lotje konden hebben. En ja, omdat het eigenlijk het lot was dat ze bij ons is gekomen, heet ze Lotje. En ze is natuurlijk een Lotje uit de loterij. Wat zijn de kenmerken van je huisdier? Oh, nou, Lotje is... Wacht, ik zal mijn camera eens een beetje verstellen dan. Dat is wat leuker, denk ik. Dan komt Lotje ook in beeld. Oké. Ja, jullie zien mij nu iets minder van dichtbij. Maar nu kunnen jullie Lotje ook zien zitten. En kunnen jullie zien hoe groot ze is. Is al best wel groot. Vergeleken met de vorige video. Maar de vraag was... Wat zijn de kenmerken van je huisdier? Nou, de kenmerken van Lotje zijn dat ze heel erg graag bij je is. Ze zit heel erg graag tegen je aan. En ze houdt heel erg van spelen, maar ook heel erg van knuffelen. Dus ja, gewoon het perfecte hondje. Toch, Lot? Ben je perfect, hè? Welk huisdier zou je willen hebben? Nou, ik zou niet nog een huisdier hoeven hebben. Want ja, ik ben gewoon zo blij met Lotje en... Ik zou echt geen ander huisdier hoeven hebben. Lotje is echt gewoon het allerbeste. Wat is het lievelingseten van je huisdier? Nou, ik denk dat Lotje wel een snoepje lekker vindt, hè Lot? Zullen we dat je straks eens geven? Zullen we je dat straks eens geven? Oké, ik ga jullie nu dus even laten zien wat Lotjes lievelingseten is. Ze is nu met een speeltje aan het spelen. Hier staat gewoon de voerbak en de water.
En hier bovenop, let niet op de rommel, staan dus de snoepjes. En kijk, als ik de doos pak, dan weet je het al. Superleuk. Daar bovenop staat nog een zak, maar van die snoepjes heeft ze er al één gehad vandaag. Dit zijn hele lekkere snoepjes. Dit zijn trainingssnoepjes, dus hier mag ze er gewoon een paar van per dag. Dit is haar kluif, die ze ook heel lekker vindt. Die was eerst zeg maar twee keer zo groot, maar dit heeft ze allemaal al gekluifd. En die mag ze een half uurtje per dag maximaal. Dus we geven hem niet elke dag. Hier, dit vindt ze ook heel erg lekker. En hier zijn nog meer trainingssnoepjes. En ik denk dat we nu deze gaan geven. Omdat ze zo goed heeft meegedaan met de video. Oh, hij is gebroken. Nou, dan krijg je een halve. Lotje, down. 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 Je moet het wel goed doen voor de film. Down. Lotje. Nee, ik wil geen high five. Kom, we gaan rollen. Kom maar. Down. Down. Goed zo. En rollen. Ja. Goed gedaan, Lotje. Goed gedaan. Oh, het gaat er naar buiten mee. Ja, Lotje eet meestal gewoon, als ze iets extra's krijgt, krijgt ze meestal gewoon een trainingssnoepje. En heel soms krijgt ze een stukje fruit, als wat bijvoorbeeld op de grond is gevallen of zoiets. Maar wat Lotje het allerlekkerst vindt, is als de vaatwasser open gaat. Als de vaatwasser vies is en hij gaat open om er een bord bij te zetten, ook al lag ze te slapen, ze wordt wakker van het geluid en ze sprint op de vaatwasser af. Heel schattig, maar het mag eigenlijk niet. Want één keer heeft ze zeg maar op die klep van de vaatwasser gestaan. En toen was de vaatwasser kapot gegaan. Dus nu mag ze niet meer aanlikken eigenlijk. Maar ze doet het nog wel. 1, 2 of meer huisdieren. Ik zou denk ik 1 huisdier nemen. Wij wonen gewoon midden in het dorp. Dus dan is 1 huisdier genoeg. Maar als ik bijvoorbeeld in de polder zou wonen, dan zou ik denk ik wel 2 honden nemen, maar voor ons, omdat we midden in het dorp wonen, is 1 huisdier gewoon genoeg. Wat vind je het leukste om met je huisdier te doen? Ik vind het heel erg leuk om te wandelen. Gisteren, Lotje, niet blaffen. Ik vind het heel erg leuk om met het huisdier te wandelen. Gisteren zijn we bijvoorbeeld naar de retentievijvers geweest, of eergisteren, dat kan ook. Dat zijn vijvers bij ons in het dorp. En ja, dat is gewoon super leuk. Daar mag ze loslopen. En ik geniet er echt heel erg van. Ook geniet ik echt super van gewoon die avonden dat ze lekker bij op schoot ligt. Of zoals nu, gewoon dat je er lekker kan aaien en kroelen. En ja, ik ben gewoon zo blij met Lotje. Wat is het gekste wat je met je huisdier hebt meegemaakt? Ik heb nog niet echt gekke dingen meegemaakt eigenlijk. Ik zou niet zo snel op iets kunnen komen wat gek is. Nee, ja, ik moet elke dag om Lotje lachen, maar er schiet mij niet iets te binnen zo snel. Heeft je huisdier al eens wat gesloopt? Ja, Lotje heeft al eens wat gesloopt. Mijn moeder had namelijk net een nieuw vest gekocht. En die had ze over de stoel gehangen, wat ook niet zo slim is. Ga maar af, Lotje. En ja, die had ze dus over de stoel gehangen en ze was naar boven gegaan. Ik weet niet precies wat ze ging doen. Maar Lotje die was dus beneden gebleven, want die mag niet naar boven. En toen heeft ze dat vest gepakt en er een gat in gebeten. Ja, moet je het niet zomaar over de stoel laten hangen, dacht ik. Maar ja, toen was mama wel even boos op Lotje, maar verder maakt het haar niet heel veel uit volgens mij. Zou je nog wel eens een nestje jongen willen hebben? Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Want Lotje is namelijk een gastgezinhond. En wat dat precies inhoudt is dat ze bij ons woont, maar dat ze niet officieel van ons is.
Dat komt omdat ze nog officieel van mijn tante is. Omdat mijn tante ermee wil doorfokken. Dus dat betekent dat zij ook een paar keer een neusje gaat krijgen. Dat gebeurt gewoon echt maar een paar keer in hun leven. Omdat, ja, het is geen broodfokker of zo. Het is gewoon echt meer voor de hobby. En mij lijkt het super leuk als Lotje baby's gaat krijgen later. Nou, ze is nu 5 maanden, dus nu sowieso niet. Meestal is dat bij 1,5 jaar ongeveer, of 2 jaar. En ze moet eerst nog goedgekeurd worden. Omdat alles gewoon precies goed moet zijn om goede, gezonde pups te krijgen. Dus ik hoop heel erg dat ze goedgekeurd wordt. Want mij lijkt het wel super leuk als je allemaal kleine mini Lotjes hebt. Het zou wel echt heel leuk zijn. Nou, dan waren dit alle vragen alweer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En laat een lieve reactie voor Lotje achter. Doei!